Oké, nog één keer over Roy gesproken. Kijk, we hebben gekeken naar de zwangerschap, de voorbereidingen. Uiteindelijk zelfs de geboorte zelf gezien van Roy Donders kind. En weet je wat we daarvan hebben geleerd? Dat Roy alleen maar aan zichzelf denkt. Dat is wel waar. Hij ging naar de bevalling van zijn kind en hij vergat de luiers. Wat je ook vergeten bent, luiers mee te nemen. Het enige wat hij moest doen is luiers meenemen en zorgen dat ze op tijd kwamen. Wat ze ook niet kwamen. We moeten daar gewoon over een kwartier zijn. Dat halen we nooit. We zijn weer te laat, hè? Dus ik dacht, weet je waar ik eigenlijk veel meer geïnteresseerd in ben? Hoe hij een kind opvoedt. Dus vandaag gaan we kijken naar aflevering 7 van Roy Donders. Altijd wat bijzonders. De allereerste dagen van Roy's vaderschap. Broekhoven is het epicentrum van prilbabygeluk. De kleine Romy is al 5 dagen oud, dus het is de hoogste tijd voor de fotoshoot van het geboortekaartje. Dan moet je altijd stilzitten voor zo'n foto. Een fotoshoot als het 5 dagen oud is. 5 dagen, dan is het nog niks. Het is nu gewoon nog een hompje vlees. Wat de fuck doet trouwens Michelle? Wat de fuck? Waarom is het 3 meter hoog? Het is wel leuk werkdek met die kleintjes allemaal. Hartstikke leuk, dat is echt mijn ding. Ja, kijk, het is natuurlijk voor een baby heel vervelend als je een fotoshoot moet doen. Dus Priscilla heeft daar een techniekje voor bedacht eigenlijk. En daar is een badje doen, flesje geven. Nou, in ieder geval ze moet... Oké, dus gewoon alles wat je moet doen om het kind in leven te houden. Priscilla die heeft echt een hele goede techniek om een fotoshoot met een baby te kunnen doen. Eén daarvan is niet het kind te dicht bij vuur. En net voordat de shoot begint mag het kind niet meer in de buurt van het balkon komen. Okay. Ik hoop dat deze foto echt leuk wordt. Dat mocht hij ook. Dat mag ik ook hopen. Er is een hele set gebouwd. Ik mag hopen dat er een leuke foto uitkomt, ja. Nou, is toch grappig. Ja, een foto met een kroontje op mocht gewoon niet ontbreken. Nee, toch? Ik voor de prinses. Ja. Ja, een kroontje. Oh, gastverdomme. Sorry, er ligt echt veel spuug nu daar. Ja, ik heb hier gewoon niet zoveel mee. Ik weet dat ik vorige video moest huilen bij de geboorte van het kind. En dat was ook mooi. Alleen, ik heb verder niks met baby. Ik vind dit niet schattig. Het is gewoon toch een soort Smeagol. Niet dat dit een lelijke baby is. Het is gewoon... Elke baby is lelijk. Ik ben een baby aan het uitlachen. Dat kan echt niet. Ik ga echt naar de hel. Ja, wat een krantje. Ze heeft nergens geen erg in. Ze ligt gewoon helemaal in coma. Ja, we hebben gekozen voor een foto, daar lag ze gewoon in een hele schattige houding en ze keek dan net om en haar kontje was zo'n beetje gebold met precies die voezeltjes erop en dat was echt gewoon zo'n perfecte foto gewoon. Nee, echt superleuk kaart. Hier de echte naam is Rome Johanna Maria Donders. Peetkindje van Johan en Rian. Dat heeft Rian geëist, dat weet ik zeker. Trouwens, over het kind gesproken. Roy en Michelle waren aan het bespreken op wie ze nou eigenlijk lijkt. Die kleine meid doet vooral aan schijten, vreten, slapen. En papa en mama durven eindelijk te overleggen of wie Romy nou lijkt. Ja, is het alles van een vader, hè? Dat is echt ongelooflijk. Dat lijkt me sterk dat het lijkt op Roy. Roy zelf lijkt niet eens op Roy. Hier, dit heeft hij allemaal aan zichzelf gedaan. Dat heb ik laten doen. Een voorhoofdlift, ooglidcorrecties, tanden ook, kin- en kaakliposuctie. Haartransplantatie. Oh ja, mijn baard. Baardtransplantatie. Liposuctie. Oh ja, lipo. Z'n kont. Oh, hou op hoor. Oh, ook best veel. Dus fucking hele waslijn. Die gaat mij niet vertellen dat dat kind dan alsnog op Roy lijkt. Maar ze heeft jouw... Ik denk dat ze jouw ogen krijgt. Ze heeft jouw mond, jouw kin. Jouw kaaklijn? Juist, Michelle. Trouwens. Fillertjes. Ja, ik heb mijn tanden laten doen. Mijn borsten, mijn billen. En een liposuctie. Fuck me. Fuck. Zou een huis kunnen kopen van wat ze samen hebben uitgegeven aan cosmetici? Fuck ja. Yeah. Maar hey, misschien had Roy wel gelijk, want ze zei niks over de kaaklijn. Dus die zou kunnen komen van Michelle. Kin- en kaakliposuctie. Oh ja, heb ik ook nog laten doen. Fuck. Oké, de baby lijkt op niemand. De baby lijkt op. Frans. Frans, dat is de enige waarvan we weten, die heeft geen ingreep gedaan. Goed, ondertussen kwam iemand van heel Holland Bak naar Rian thuis. Ze zijn al een tijdje Insta-besties en Inge heeft een mega geboortetaart bij elkaar gevreubeld voor Baby Donders. Nou, we hebben eigenlijk al sinds de eerste aflevering van heel Holland Bak app contact via Insta. Ja, Rian is groot fan van mij en ik heb hun... Wat? Wow, waarom zei je dat? En toen zei ik van, hoe leuk zal het zijn als hij voor hun een taart gaat bakken? Je zou zelfs kunnen zeggen dat mijn taart aan hun als een groter cadeau gaat voelen dan de baby zelf. Goed, de taart kwam in stukken in een doos natuurlijk, dus die gingen ze samen opbouwen. Nou, dat was echt een heel ding, die strik. Ik vind het doodeng. Oeh, daar zeggen ze rustgevend, daar krijg je stress van koken. Rian, ten eerste kook je een taart niet. Ten tweede, je doet alleen de prikkers erin, the fuck. Goed, toen die eenmaal in elkaar was gezet, gingen ze de taart brengen naar Roy, die een paar straten verder woont.
Die laatste meters kan er nog van alles fout gaan. Jesus, dit shirt ook. Dit shirt. Adam Levine op je shirt? I love it, man. Dit is de stomste artiest van de wereld. Deze heuptas erbij ook. Dat shirt gewoon. What the fuck? Dit moet het lelijkste shirt zijn wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Oh, ik zou er helemaal zenuwachtig van worden als je zo tegen. Ik zit gewoon te bibberen door die taart instort. Of man, ik ben allemaal niet zo druk om een streek. Ja, die moet toch heel zijn? Ja, maar die gaat toch op pad? Er zitten sleutels in, ik kan de deur openmaken. Dit is zoiets voor mannen. Om hem aan te bellen terwijl zij staat te strijden. En dan gewoon een sleutel hebben. Hier, hij pakt de sleutel, doet hem in de deur. Ik moest die taart zo in de auto, ja, met Johan, naar Schuiken toe brengen. Ja, dat was echt... En vooral die strik. Ik op een gegeven moment zat ik echt met die taart zo en die strik kort het vast te houden. Nou, Johan die reed allemaal hard, hobbelde bobbel, die strik die valt eraf. Die fucking strik, Johan! Oh my god, de fucking strik, Johan! Oh nee! Oh! Wacht even trouwens. Als zij een paar straten van elkaar vandaan wonen, waarom bracht die bakker dan de taart niet naar Roy? Waarom hebben ze überhaupt de hele taart in elkaar gezet bij Rian thuis? De strik was ook echt oprecht gebroken. Maar goed, daar was Johan en die had ook wel een beetje gelijk. Die heet me toch al? Ik had er niet heel blij. Waarom zit kijken? Nou, precies. Ik moet wel zeggen, zij heeft zich helemaal de pleuris gewerkt en nog niemand heeft die taart heel gezien. Maar hey, het is er om gegeten te worden, dus daarom gaf Roy Johan een stukje. Hey, het is tijd voor de allereerste stapjes buiten de deur. Hier gaat hij, de eerste meter. Oh, en wat doet hij het goed, hè? Die kinderwagen van 27 rond. Ja, jij denkt dat ik het over de baby... Na al het gezeik over die kinderwagen, better fucking work. Nou, hij doet het, dus dat is goed. Er klopt er helemaal niks van, volgens mij moet hij andersom. Ja, dan moet je het gewoon zo erop klikken. Soort van, hij doet een soort van. The fuck. Nou, dan moet ik wel zeggen, ik weet vrijwel zeker dat dit aan Roy ligt. Sterker nog, Roy kwam uit het ziekenhuis nadat het kind net was geboren. En dat ging zo. Maar dat snap ik niet goed. Om dit hierin. Ja, dat ding klikte er niet in. Ik kreeg hem gewoon met geen mogelijkheid in. Roy had al een half jaar dat kinderzitje. Hoezo zou je wachten met installeren totdat je op de parkeerplek van het ziekenhuis staat met de baby? Zoveel nagedacht over alle onbelangrijke dingen. Sterker nog, weet je nog de spuugdoekjes waarvoor ze naar de winkel gingen? En dat ze niet de juiste kleur hadden gevonden voor een spuugdoekje? Is opgelost. Spuugdoekjes bestellen en we doen daar met gouden letters de naam op. Dan is het toch een beetje, ja, onze stijl, zeg maar. Daar steekt hij dan weer wel moeite. Maar uitvinden hoe een kinderzitje werkt, nee hoor. Ik wacht wel tot Michelle en mijn baby van 3 uur oud buiten in de kou staan. Oké, nou goed. Uiteindelijk kreeg hij wel gewoon het kinderzitje erin. Dus je zou kunnen zeggen, 2700 euro goed gespendeerd. Oh, ga je niet meenen dat hij er niet in past, hè? Nee, dat ga je niet menen. Fuck me. Oké, Jesus fuck. Uiteindelijk is ook alles wat hij hier doet om de baby mee te nemen naar het kerkhof. Yep. Hun eerste trip met de baby is naar een kerkhof. Waar ben jij hier ook? Hier. Yeah. Oh. Nou, opa en oma. Hier is ze. Nou. Jullie nieuwe achterkleinkind. Ah, nee, grapje. Het is heel cute, want hij wilde haar voorstellen aan oma Nel. Dus hij had ook helemaal een ballon meegenomen. Die strikte die aan een Maria-beeldje. Nee, ze ging natuurlijk wel snel weg van het kerkhof. Want ze wilde de baby natuurlijk ook naar iets anders mee naartoe nemen. Op de eerste dag buiten de deur. Goedemiddag. Hoi. Goeiedag. De eerste twee trips van de baby waren naar het kerkhof en naar de kliniek. Oh, het is op voor de wielen. Welkom. Het is op voor de wielen. Ja, zeg jij. Ja. Heeft zij het zelf bedacht of heb jij het bedacht? Nee. Oh, nee. Nee, ik heb het niet bedacht. Nee, dan wil jij... Ja, ik wil al langer een ooglidcorrectie inderdaad. Heeft zij het zelf bedacht of heb jij het bedacht? Als ik bij een van mijn exen een ingreep had gesuggereerd, dan zat ik hier nu niet. Dan lag ik naast oma Nel met een ballon om mijn Maria-beeldje. Goed, wat ze wilde was een ooglidcorrectie. Ik weet niet, dat was gaan hangen of zo. Dat snap ik, met zulke fucking wimpers. Fucking kilo wimpers aan de ogen. Dit snap ik dat het uitrekt. Oh. Kijk eens, joh. Jij hebt al eens een keer gehad, zeg. Ja, maar bij jouw kant ook wel. Sorry. Wacht, wat? Jij hebt al eens een keer gehad, zeg. Ja, maar bij jouw kant ook wel. Doen dit soort artsen ook aan ongevraagd advies geven? The fuck? Zij komt voor een ooglidcorrectie. En hij zegt, hey, ik zie dat jij het ook wel eens hebt gedaan. Oeh, dat kan nog wel een keer. En ik dacht, ja, als we dan gaan, dan kunnen we beter met z'n tweeën gaan. Oh, hij gaat het nog doen ook! What the fuck? Dat is trouwens helemaal geen uitspraak.
En als het al gaan, dan kunnen we beter met z'n tweeën. Ja, dat is wel een uitspraak, maar dat is voor als je met z'n tweeën fucking gaat jatseën. Niet als eentje voor een ingreep gaat, kan de ander beter ook gaan, the fuck. Nou, eventjes later was het echt zover. Frans ging mee om hem terug te rijden. Je bent echt erg heel stiekem, weet je dat? Hij is me eerst heel de dag op te naaien. Vervolgens zegt hij wel, ja, ik weet niet wat er hier is gebeurd, maar ja, het is hier één bloedbad. Michelle, door één indrukking hebt. Sam bij mij nog gedaan, stelt niks voor. Frans heeft een ooglidcorrectie gehad, the fuck. Frans, I trusted you, man. Frans, dat is de enige waarvan we weten, die heeft geen ingreep gedaan. Klein prikje, moest je beide kanten niet schrikken. Beide kanten, dan heb je het meteen gehad. Zo, gaat het? Mm-hmm. Je ogen zijn bijna even dik als je lippen. We gaan starten, oké? Hey, trouwens, Michel, straks na je ooglidcorrectie, als al dat vel voor je ogen weg is, dan zie je pas echt hoe lelijk je lippen zijn. Nou, goed, Michelle kwam daar om een complex weg te werken, maar ze ging met een nieuwe naar huis. Oh, die druk, hé. Heb je je lippen gedaan? Nee. Weet je het zeker? Ja. Deze arts heeft eigenlijk een soort oneindige money glitch gevonden. Die doet gewoon het even werken en tijdens dat is hij iemand aan het bestje zodat hij terugkomt voor het ander. Over ingrepen gesproken. Roy gaat een knip doen in zijn zaadleider en dus gaat hij zijn zaad invriezen. Hij heeft alleen het zaad nog niet. Ik ga even naar boven. Ik ga even mijn kwakje in een potje dumpen. Droppen. Hij is zich gaan aftrekken tijdens dat de camera crew gewoon beneden stond te wachten. Waarom niet voordat ze kwamen? En weet je wat nog wat erg is? Hij liep naar beneden met dat fucking zaad. En zie je dit? Dit is zijn zender. Ik zweer, die geluidsman die heeft een trauma opgelopen. Ik zweer. Het is gelukt. Nou, hoeveel zouden we erin zitten? Ja. Jesus fuck, man. Waarom moest dat in beeld? Ja, wel genoeg, denk ik. Zit de hoed tegenaan geplakt. Het mag ook niet heel erg koud worden, toch? Of wel? Dan moet je in je binnenzak doen, hè? Wow. Heb ik het nou verkeerd of... Wat bedoel je, mag niet koud worden? Je gaat het zaad brengen om het te laten invriezen. Ik ben pas geleden mijn zaad gaan testen en ik heb het in mijn koelkast gezet voordat ik naar de dokter ging. Gewoon naast de mayo. Het was ook even vruchtbaar als de mayo, ik zweer. Kerkhof van Nel was er niks bij. Goed, ze gingen dus door naar het ziekenhuis om het in te leveren. Toen zaten ze in de wachtkamer met, jawel, een worstbroodje. Het enige wat ik ook weer deze aflevering heb gezien wat zij innemen is sigaretten, Red Bulls en worstenbroodjes. Dit is aflevering 7. Hè? Ik heb van alle afleveringen niet één gezond ding gezien wat zij hebben gegeten. Nou, toen zaten ze dus bij die dokter met een worstenbroodje en die zei ook, hey Roy, misschien goed idee om te stoppen met leven als iemand uit MAVO 3. Goed, was de aflevering bijna afgelopen. Hij ging nog één ding doen, dat waren optredens. Dat deed hij hier superleuk publiek met Henny, Hattie, Beppy. Toen had hij nog een gig, Roy en Friends Bring You to Ibiza. Sorry. Ook om 3:00 middags. Dat kan alleen maar leuk zijn. Ik denk dat ik mijn helbaan heb gevonden. Hier, iedereen ook met dezelfde outfit om af te kleden. En oh ja, trouwens, het was Ibiza thema, toch? Boom. 2 gouden planten. En ik vond het fantastisch. Ik vind dit programma misschien een van de leukste programma's die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik hoop echt. Dit is nog wel aflevering 8. Laat even weten of ik daarnaar moet kijken.